Ik zweet van alleen om in elkaar te zitten. Ik heb die locatiefiets gekocht, ik heb die in orde gebracht en ik hoop die te schenken aan iemand die er veel plezier zal aan hebben. Eerste kilometers. C'est bon pour le muscle, ça. Hey, ik denk dat we kunnen. Is het zo, ja? Ja. Let's do it. De omgeving is gewoon super. Als je rondkijkt, zelfs als je wat rapper rijdt, is het nog mooi. En de mensen die zo vriendelijk waven en die kindjes die enthousiast zijn, het is plezant om te mogen fietsen niet. Single track, we moeten in lijn rijden en het is heel top. Doe nu ook even wat terug dat er wat wolken zijn, want het is vandaag sneak heet. We zijn door prachtige dorpjes gereden, heel typisch. Allee, dat doet toch wel iets met een mens, moet ik zeggen. Ik begin met de wave. Voilà. De temperatuur is 40 en de maximum temperatuur is 42 en we zijn deze morgen, allee, straks vertrokken op 38. So, we hebben het overleefd onder een 2 kilometer. We're still alive. On est très content de vous voir à Waïbia. Nous, ça fait plaisir. 100 km loin. Kijk man, waar zit dit mee? Hier bij onder die kassen. Oh, daar zit hij. Dat is echt, hij zit achter het gordijn, hier. Wacht hè, ik heb de magistraat borst aan mij. Ja, daar. Hé hey, man, dat is een spektakel. Man, wat is hier spektakel. Ik ken dat nu, gaat hij niet over mijn rug komen kruipen. Dat is wel een griezelig beest en die loopt zo raar, hè. Dat dus niet. Nee man, dat beest is ons weg te snel af. Ja, maar zou die nu echt weg zijn? Dat kan toch niet anders. We staan nu klaar voor de laatste tocht.
En die gaan we in groep afwerken. We gaan van het ene project naar het andere rijden. En dus gaan we kunnen zien waarvoor we al het geld hebben ingezameld. Hoe iedereen hier samenwerkt om uien te planten. Hoe iedereen zo enthousiast uien aan het planten is. Dus ik vind het echt super. En het feit dat hier water is op een plaats waar normaal geen water zou zijn, is ook fantastisch. Dus, ja, open mond, absoluut. Ik vind het heel bijzonder. Ik heb eigenlijk weinig woorden om te zeggen. Ik ben helemaal geëmotioneerd door wat ik zie. En heel bijzonder. Ik ben heel blij dat ik hier ben. Dat ik de tocht meegedaan heb. Het is super. Blij dat we hier zijn, hè, want het was toch wel zwaar. Hè. De warmte, voornamelijk de warmte, de kilometers, dat valt nog mee. Maar... En dan ja, zien wat we hier zien, ja, dat is toch wel indrukwekkend. Hè. Het was echt fantastisch, want het was een ervaring om nooit te vergeten. Ongelooflijk, fantastisch.